Hoi en welkom bij mijn nieuwe video. Ik was dus de spulletjes aan het opruimen die ik mee had op vakantie. Allemaal beauty gerelateerde spulletjes. En ik dacht, ik ga het even met jullie delen. Ik ga dus vertellen wat ik wel heb gebruikt, wat ik handig vond, wat ik niet heb gebruikt, wat ik niet fijn vond. We zijn dus 10 dagen op zonvakantie geweest. Dus jullie gaan dus zien allerlei verschillende dingen. Inclusief zonnebrand uiteraard, maar ook veel meer. Maar goed, dus zijn jullie benieuwd naar deze video? Blijf dan zeker even kijken. Ik begin even met die losse zakken hier. Deze zonnebrand van de Ethos. Ik heb er eigenlijk twee gekocht. Het zijn van die grote halve liter flessen. En het tweede had ik ook meegenomen voor het geval dat. Maar deze hebben we uiteindelijk bijna opgemaakt. Er zit echt een mini nog in. En dat is gewoon ja, een hele simpele variant. Was heel betaalbaar. Eigenlijk was die goed. Want we hebben er heel fanatiek mee gesmeerd. Alsnog wel een beetje bruin geworden. En dat komt vooral eigenlijk omdat ja, deze zou in principe waterproof moeten zijn. Maar dat was die niet echt. Dus als de jongens de hele dag in het zwembad zaten. Dan ja, kon deze zonnebrand er niet echt heel goed tegen. Dus wat we eigenlijk pas op het laatst hebben ontdekt. Was deze. Want deze had ik ook mee uiteindelijk. Dat Evie merk. Dat heb ik op Cool Beauty ontdekt. En deze is echt gewoon mega waterproof, want het staat er ook wel een beetje op. En deze kon zo goed tegen water en het voelt echt een beetje als een soort van plakkerig laagje op je huid. Het is een mousse zonnebrand en het blijft ook echt plakken aan je huid. Zelfs als je bijvoorbeeld gedoucht hebt en zo, dan zou je daar alsnog een beschermend laagje aan overhouden. Dus deze is echt mega resistant, zeg maar. Deze is qua textuur heel fijn. Hij is echt een lotion, gewoon heel waterig en zo. Dus voor dagelijks gebruik is deze perfect. Maar voor de vakantie was deze eigenlijk wel ideaal. En op een gegeven moment voelde ik gewoon mijn schouders te veel verbranden. En zeker zo als je te veel in het water zit en de zonnebrand dus er vanaf was. Ik smeerde deze en deze hielp gewoon echt als een tierenleer. Dus dat waren eigenlijk allebei goede zonnebranden. Alleen dan elk voor zijn eigen, zeg maar, moment, om het zo maar te zeggen. En hadden we nog een product mee. En hier was eigenlijk, dat was eigenlijk een soort van last minute beslissing. Ik heb deze bij de Action gekocht. Ik heb die eigenlijk meer gekocht voor, ik weet niet voor wanneer. Weet je, het is zo'n handig speeltje. Daar heb ik bij een andere YouTuber gezien. En ik dacht, oh ja, die koop ik ook wel voor een keer. Mijn man zegt, waarom neem je dat niet mee op vakantie? Dus eigenlijk geniaal, helemaal niet bij stilgestaan. Maar wat het is dus een spraytje, een watertje. En dat spray je op je kleren, laat je een paar seconden intrekken. En dan moet je eventjes aan je kleren trekken. En dan lijkt het alsof ze al gestreken zijn. Dus het is echt super handig voor onderweg. Echt op vakantie is dit gewoon, deze gaat de volgende keer weer mee. Super handig spul, werkt ideaal. Mijn man was er eigenlijk onverwachts ook ontzettende fan van geworden, want als er t-shirts en zo in de koffer raken ze hartstikke verkreukeld. En dit hielp echt ontzettend en het heeft ook een prettig geurtje, dus eigenlijk een soort van, ja, bijna een wasverzachter gevoel kreeg je daarmee. Dus heel erg subtiel, heel erg leuk en het is gewoon heel erg effectief. Dus echt geniaal spul. Dan hebben we hier nog een zak. Deze had ik inderdaad mee. Die had ik op vakantie, of voor de vakantie nog in Duitsland gekocht. En ik had het de vorige keer, ik wist niet helemaal niet zo goed wat het nou is, maar eigenlijk is het een soort van toner. Ja, het is gewoon heel erg waterig. En je ziet pantenol in. En dat is meer de reden waarom ik deze gekocht heb. En pantenol is heel erg fijn voor huidherstel en zo. En we hebben eigenlijk het hele gezin hiermee inloopsmeren. Omdat het een watertje is, is het natuurlijk super makkelijk uitgesmeerd. Na het zonnen. En het hielp, ja, ik denk dat het echt wel geholpen heeft om de huid gewoon wat rustiger te maken na het zonnen. En nogmaals wat sneller te laten herstellen. Dus ik denk dat dit wel een fijn basic product is. En ik ga hem gewoon blijven gebruiken, ook gewoon voor mijn gezicht. Ik had deze voor de jongens ook weer last minute gekocht voor de vakantie. Want ik wilde voor hun een soort douchegel slash shampoo meenemen. En ik had deze kleine verpakking, wat ook best wel stevige dop heeft. Want dat zijn er niet veel, voor mijn gevoel. En ja, die heb ik dus gekocht bij Kruidvat en dat werkte gewoon prima. Dit is eigenlijk mijn eigen styling gel wat ik ooit heb gekocht voor de curly girl methode, om zo te zeggen. Maar die gebruik ik eigenlijk vooral voor mijn oudste, voor zijn haar, want die heeft redelijk lang en wild haar. En we hebben hem op vakantie denk ik maar één keer gebruikt, dus dat had ik op zich net zo goed thuis kunnen laten. En het andere, dat is dus die andere zonnebrandcreme, die ja, deze is dus nog helemaal vol en die gaan we gebruiken. Oké, dan nog heel even één dingetje wat ik dus in de koffer heb gevonden. Ik heb dus tussen al mijn beauty spulletjes die ik zo aan jullie laat zien, had ik één ding waarvan ik dacht, oh, ik had het zo graag mee willen hebben. En dat is eigenlijk iets van een haarolie of zo. En ik, voor mijn gevoel had ik het ingepakt, maar ik kon het dus nergens vinden in mijn tassen. En toen dacht ik, ja, ik heb hem dus gevonden los in de koffer. Dus ik heb gewoon
deze meegenomen die ik helemaal heb gemist in mijn koffer. En dat is een soort van, ja, eigenlijk een soort serum voor je haar. Werkt normaal prima, maar ik mis dit echt zo op vakantie. Dus ik was er helemaal niet door dat ik hem alsnog mee had. Beetje zonde, maar goed. Kijk, en mijn main, zeg maar, beauty stash op vakantie had ik in deze doorzichtige tassen. En ik was er eigenlijk wel heel erg fan van. En zeker omdat ik gewoon zo'n overzicht had. Dus ja, laten we kijken wat er allemaal in zit. Ik begin even met de grootste. Even kijken, het hier zit in mijn deo. Ik had deze deo mee van Sol de Janeiro. Echt super lekker deze deo, echt wat dat betreft. Deze werkte echt super goed, ook in de hitte, in de warmte, alles. Je moet er een heel klein beetje oppassen voor de witstreven, maar voor de rest echt deze. En zeker die heerlijke geur van Sol de Janeiro, de Bam Bam cream geur. Deze is echt, ben ik tot nu toe best wel grote fan van. Ik had voor de rest ook nog deze set van shampoo en conditioner van Aveda. En ik had eerlijk gezegd verwacht dat ik hem zo opkrijg. Maar dat is dus niet gelukt. Want hier zit nog, ja, ik denk voor een klein beetje in. Ik heb mijn haar dus bijna dagelijks gewassen. Doordat ik dus in het zwembad was. Dus ik kan deze niet zo heel goed beoordelen. Soms leek mijn haar iets te droog. Maar misschien kwam het door het weer, door alles, door het frequent wassen, door het zwembad. Dus ik weet niet. Dus daarom wil ik thuis eigenlijk nog één keertje gebruiken. Om te kijken of het nou echt voedend genoeg is. En ik had het idee dat shampoo misschien iets te droog om mijn hoofdhuid weer zou zijn. Maar dat heb ik al heel vaak met de shampoo. Maar ja, ik weet niet. Ik denk dat die best fijn is. Maar goed, ik ga hem nog één keer dus thuis testen. Eigenlijk had ik nog dit masker meegenomen. Dus van Away. Ik heb dus aan deze ook wel genoeg gehad. En deze nog niet gebruikt. Dus die ga ik lekker thuis verder gebruiken. Ik had dan daarnaast voor mijn lichaam eigenlijk na het zonnen deze twee gebruikt. Van Lancaster hun Golden Tan Maximizer. Eigenlijk een self-tan. Wat is het? One month's tan prolongation. Oké, okay? After sun lotion. Ik heb nog even opgezocht wat dit voor ingrediënten heeft. En eigenlijk zijn het allemaal hele milde of hele verzorgende ingrediënten. Dus het is gewoon, ik heb niet per se iets bijzonders gevonden wat er nou voor zorgt dat je bruin kleurtje langer blijft zitten. Dus geen idee waardoor. Ik dacht misschien zit er iets van zelfbruin in of iets ergens. Maar dat zit er niet in. Gewoon puur verzorgende ingrediënten. Hier zit ook een beetje parfum in. Maar parfum wat hierin zit, het doet me echt denken aan een hele oude omaatje. Dus het is niet per se echt een beetje zo'n vintage geur. Vintage winkelgeur. Ben ik niet per se heel erg fan van. Dus ze hadden van mij er iets lekkerders in kunnen doen. Maar ja, het was niet heel bijzonder. Het was gewoon een hydraterende crème. Maar alleen de geur daarvan was wat minder. Maar ik ga hem gewoon opgebruiken. Want daar zit niet heel veel meer in. En ik heb voor de afwisseling ook deze gebruikt. En dat is ook van Sol de Janeiro. Maar dan hun Coca Cabana Cream. Dit is dus de eerste keer dat ik met die kokosgeur van hun te maken had. Want ik had ook nog deze erbij gebruikt. En heel eerlijk, die kokosgeur is niet mijn lievelingsgeur. Ik vind toch die van Bam Bam Cream, de gele versie, vind ik een lekkerdere versie. En dit is voor mij, ja, ik ben ook niet hele, denk ik, grote fan van kokosgeur. Maar ik vind de crème, zeg maar, de body lotion, vond ik echt heerlijk. Was gewoon echt lekker zomers. En dit vond ik een beetje too much. Alhoewel je de geur, want dit is een soort, wat is het, body mist. Body and hair mist, volgens mij, officieel. Op het eerste gezicht, als je hem heel ruikt, lijkt hij heel sterk. En daarna vervliegt hij echt heel snel. Dus het was wel prima. Ik had dus ook deze meegenomen. En dat is dus uit dezelfde lijn hun Moisturizing Body Cream Cleanser. Heb ik uiteindelijk niet gebruikt, omdat ik dus deze aan het gebruiken was. En deze was dus helemaal niet opgegaan binnen die 10 dagen dat we geweest zijn. Dat is van Bonfour, de body wash. En die had ik dus laatst uit de Space NK box. En deze was echt zo lekker. Het heeft een hele lekkere frisse geur. Geranium, lavendel en peppermint essential oils. Nou ja, het had echt een hele lekkere, kruidige, verfrissende geur. Echt, ik was best wel fan van deze. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat ik hem nog steeds niet opgemaakt heb. Kan ik er in Nederland verder van genieten. Dan had ik voor mijn nagels nog deze gedaan. En deze heb ik dus nog steeds op mijn nagels. De van Ebeline, de van de DM dus. Van de Duitse DM. Nagellak remover, acetonvrij. Dat zijn van die waterschijfjes. Helemaal doordringt ook met olie en zo. Met nagellak remover. Ja, altijd beetje vettig. Maar goed, ze doen hun werk. En ze verwijderen gewoon prima de nagellak. En dat is een oud nagellakje wat ik al had van zo'n eco-merk. Het is een
zachte peachy kleur. Dan heb ik hier nog, ik had meerdere van die washandjes meegenomen. Volgens mij in totaal 3. Want ik had ook niet per se dagelijks make-up. Ik denk dat ik wel een paar dagen even make-up heb gedragen. Maar zal ik zo meer over vertellen. Maar ik had dus deze om te verwijderen van mijn make-up. En ik had er dus eentje nog over. En dit is een tasje waarin mijn pincet in zit. Een schaartje en dat soort dingen dus. En dan is deze grote tas in ieder geval klaar. Nou heb ik nog deze hier. Deze zat dus in de grote tas, maar daar hoorde die niet. Want dat is mijn skincare tas. Ik had dus deze CeraVe cleanser, is ook nog niet helemaal op. Die gebruik ik dus 2 keer per dag. En wat ik eigenlijk een beetje altijd deed, ik kan deze beter eerst openmaken. We gingen dus altijd 's ochtends eerst even zwemmen. En wat ik dan deed is dat ik eerst gewoon deze aanbracht. Dus niet mijn gezicht eerst was of wat dan ook. Maar deze crème van Avène, want dat is een soort moisturizer met SPF 30. En deze bracht ik dus eigenlijk aan meteen als mijn SPF. En daarna als we terugkwamen van het zwemmen, ergens aan het begin van de middag of zo, dan ging ik wel mijn gezicht wassen en gewoon mijn serumpje en mijn crème aanbrengen. En 's avonds, ja, deed ik dat gewoon weer. Dus dat was een beetje mijn routine. Maar goed, deze was gewoon prima. Het is gewoon een milde cleanser en droogde mijn huid ook niet uit. Dus was eigenlijk wel prima basic cleanser voor de vakantie. Even kijken, wat heb ik gebruikt voor de rest? Want ik had 2 serums mee. Deze van Roto, de vitamine C serum. Want ik dacht, vitamine C is een sterke antioxidant. En zeker onder zonnebrand, dat werkt altijd prima. Dus ik had deze mee. Ik had deze ook heel veel gebruikt. De Aveeno Calm & Restore Serum. Ook super lekker is deze. Deze was echt heel goed voor herstel van mijn huid en tegen de droogte. Dat was de make-up remover, zeg maar, die ik gebruikt heb. En dat werkt prima. Het is niet per se mijn lievelings make-up remover, merk ik. Want ik vind balsam of een olie cleanser toch nog steeds het lekkerst. Maar ja, deze werkt gewoon best. Deze nog. Echt allemaal minis wat dat betreft. Van Comfort Zone, de Renight cream, een soort van vitamine crème, de voedende vitamine crème voor de nacht. En het heeft een beetje een redelijk aanwezig geurtje, moet ik zeggen. Ben ik niet per se heel erg fan van. Het is gewoon een prima voedende nachtcrème. Ik heb eigenlijk ook niet heel veel aan toe te voegen. Niet per se heel erg fan van, maar het is ook niet slecht. Dus het was wel prima. Deze heb ik niet gebruikt. Ik had gewoon te veel dagcremes mee. Blijkbaar had ik het idee dat ik ze snel zou opmaken. Dat is van Polar. Het is gewoon volgens mij een basic moisturizer. Maar niet gebruikt dus. Wat ik wel heb gebruikt is deze. Ja, ik kon gewoon niet wachten om deze te gebruiken. Als jullie mijn laatste Space NK unboxing dus hebben gezien, dan weten jullie dat deze is van Drunk Elephant. En nou, ik ben niet per se heel erg fan van Drunk Elephant. Maar deze Protini Polypeptide Cream is wel echt heerlijk. En het is gewoon een soort van gelcreme substantie, maar hij is echt heel hydraterend. Dus ik heb deze echt wel met heel veel plezier gebruikt. En nogmaals, hij is nog niet op, want ik ben er best wel zuinig op. Dan heb ik ook nog voor de zekerheid een nachtolie meegenomen. En deze is van Youth to the People. En deze heb ik een paar keer gebruikt. En zeker op de dagen dat mijn huid extra droog aanvoelde. En dat was toch wel fijn om zo'n olietje mee te hebben. Heb ik nog een zonnebrandcrème meegenomen van Biosans. Minerale sunscreen, minerale SPF. En deze was ook wel heerlijk. Dus 's middags bijvoorbeeld dan gebruikte ik deze zonnebrandcrème. En deze blijft gewoon heel erg fijn, vind ik. Dan heb ik nog deze. Ik had echt veel te veel lipproducten mee. Maar dat, ik weet niet, die behoefte had ik. En mijn lippen die waren me volgens mij er ook wel dankbaar voor. En zeker alle nieuwe lipproducten, die heb ik volgens mij voor mijn gevoel bijna allemaal meegenomen. Deze is dus van Fresh. Hun Sugar Mango Hydrating Lip Balm. En deze was echt heerlijk. Dit is echt wat dat betreft echt een soort mango puree voor je lippen. Die is echt super lekker, super fijn. En dan had ik nog deze van Physicians Formula. Dat is hun lippenbalsem met SPF. Dus, en het geeft echt een super lekker kleurtje. De nasmaak is echt van een typische lippenbalsem met SPF, wat dat betreft. Maar ik vond deze echt heel mooi. En een paar waterstaafjes zitten hier. Dus voor de rest is dit het. Dan gaan we naar het laatste tasje. En dat is dus die van make-up. En ik had eigenlijk helemaal niet zoveel make-up meegenomen. Maar aan de andere kant had ik iets meer kunnen gebruiken ofzo. Ik heb als eerst deze meegenomen. Dat is van Sol. Dat is dus van het merk van Colourpop. En dat is een bronzer die voor mij eigenlijk normaal iets te donker is. Maar ik dacht, ja, misschien als ik op vakantie toch ietsje donkerder ben. Want dat is de kleur medium. Dat het beter bij me past. Maar ik ben
eigenlijk wat dat betreft echt heel netjes bezig geweest met bruin worden. En zeker mijn gezicht heb ik best wel heel erg goed beschermd. Ben ook veel in de schaduw en zo geweest. Dus nou ja, uiteindelijk is deze nog steeds eigenlijk best wel donker voor. Maar ik kan hem nog steeds gebruiken. Het is niet zoals vroeger dat ik echt 5 foundation kleuren dieper moest gaan. Ik had ook nog mee de Catrice Waterproof Eyeshadow Primer. Dat is gewoon een van mijn lievelingsprimers op dit moment voor de oogschaduw. Ik heb deze gebruikt. Dat is de wenkbrauwpotlood die ik nu gebruik van One Size Beauty. Van het merk van Patrick Star. En One Size kan je tegenwoordig dus ook bij Douglas gewoon in Nederland kopen. Dus ik zag het. Ik dacht, ik wil hem eigenlijk uitproberen. Maar heel eerlijk, ik vind deze niet beter dan mijn standaard 11 potloodje, wenkbrauwpotloodje. Deze had ik laatst natuurlijk gekocht bij de Sephora in Duitsland. Hun 12 Hours Colorful Contour Eye Pencil. Bruine kleur en hij is echt, ik heb hem best wel fanatiek gebruikt zoals je kan zien. Ja, maar hij was wel fijn. Het is niet per se de meest langhoudende oogpotlood ever, om heel eerlijk te zijn. Het is gewoon redelijk basic, maar het was wel oké. Dan heb ik ook nog mijn concealer van Bare Minerals meegenomen, ook omdat dat niet de meest lichte kleur is en hij matchte eigenlijk wel heel goed, dus dat was wel prima. Mijn van Elf de Jelly Pop highlighter meegenomen en die is gewoon altijd prachtig. Het is gewoon een hele natuurlijke look en ik hou echt van deze highlighter, zeg maar lievelings. En ik heb nog deze Lancôme mascara meegenomen en dat was weer een nieuwe variant die ik ging gebruiken. Dat is de Hypnose Doll Eyes mascara en het heeft een beetje zo'n borsteltje, zeg maar, en het loopt een soort van driehoekje. Dus het helpt eigenlijk soort van bij het creëren van die poppenwimpers, om het zo maar te zeggen. Dus het was wel een heel goed mascara. En ik kan niet wachten om hem verder in Nederland te gaan gebruiken. Want het was eigenlijk op vakantie was de eerste keer dat ik hem ging gebruiken. En natuurlijk moest ik deze meenemen. Dat is mijn Tatcha Kisu Lip Mask. Gewoon een mooie lippenbalsem. Ik vind gewoon de glans die hij geeft ook echt heel mooi. En ja, ik dacht, ik moet deze luxe lippenbalsem gewoon meenemen op vakantie. Daar had ik gewoon zin in. Dus dan heb ik ook nog mijn oogschaduwpalet meegenomen. Deze. En ik heb ze dus letterlijk maar 1 kwast meegenomen. En dat was echt een nadeel. Want deze kwast, ik dacht, nou, ik kom toch best ver met shimmery oogschaduw, zeg maar, met mijn vinger aanbrengen. En dan deze soort van blending kwast. En ik kom best. Maar ik miste gewoon een soort van precisie kwast. Een soort van kleiner, smaller precisie kwastje. Dus gebruik ik af en toe ook een wattenschijfje daarvoor. Of wattenstaafje. Maar dus ik weet niet wat ik dacht. Maar dit was dus niet genoeg, merkte ik. Ik heb wel een paar keer gewassen. Zodat je niet alle kleuren door elkaar kreeg. Maar dit is gewoon mijn oogschaduwpaletje met wat oudere kleuren. Dit is van alles nog wat. Dit zijn trouwens deze 2 kleuren. Die zijn nog van Noosh Beauty. Die heb ik uit het paletje gehaald. Want ik was echt zo klaar met dat paletje. Dus deze kleurtje die gebruik ik wel regelmatig. Dus die vind ik nog steeds mooi. Dit is een kleurtje van Natasha Denona. En deze zijn van, nou ik weet niet. Het zijn al, de rest is oud, zeg maar. En dan tot slot. Ik had ook nog een parfummetje mee. En dat is deze. Die had ik dus laatst gekregen ook in zo'n Skins box. Ik had hem bij Skins destijds ook geroken. En ik vond hem eigenlijk een soort van naar mango vruchten ruiken. Ik zal even de naam laten zien. Dat is deze. Ik vond hem dus heel erg fruitig naar mango ruiken. Maar ik vond hem totaal niet lekker. En toen ik dus het proefje daarvan kreeg en ging hem ruiken. Ik dacht, oh, hij is eigenlijk best wel heel erg lekker. Ik kan totaal niet beschrijven waar het naar ruikt. Maar echt wel inderdaad heel erg zomers. Het heeft ook echt een zomers flesje. Zal ik anders hiernaast ook even plaatsen. Maar Dus uiteindelijk was ik hier best wel positief verrast door. En is het echt hele fijne parfum voor de zomer. En dat was het eigenlijk. Dat waren dus alle spulletjes die we mee hadden. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zo ja, vergeet niet een duimpje omhoog te doen voordat je weggaat. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal mocht je het nog niet hebben gedaan. Dat zou ik echt super super leuk vinden. En als notificatiebeltje aanzetten, weet je waar ik de volgende keer geüpload heb. Als het goed is ben ik er volgende week zondag om 8 uur. En ik ben nog steeds van plan om in mijn volgende video een soort van mijn opmaak en kletsvideo op te nemen. En dan ga ik ook meer vertellen over onze zonvakantie. Dus ik hoop dat je volgende week weer gaat kijken. Tot dan! Doei!